dit is een grote klasse, de meer van Dutteraar. Oh, nummer 53, hij had wat in gedachten na een aanloop. Ja! Even kijken, ja, hij kan eruit klimmen, links, rechts, hij kumpt door de achterdeuren, zeg maar. En geeft nog wel in de grappen geholpen. En dit nummer al 37 van de vrouwen bij en die zeggen, ja, daar maar even staan. Zo. Zelfs de airbag die gaat eruit. Dikkie heeft de airbag nu flink. Dit zijn natuurlijk die zware jongens, die kunnen wat hebben, de dikke voelhoors en de pontiacs en nog wat, ik weet niet wat er allemaal is. Hoe is het met onze heidelse deelnemer? We hebben een man die rijdt nog op de start nummer 2. Hoe is het met Wilco Westerbeek met start nummer 13? Is geen gunstig startnummer, staat hij al stil, waar is die, ligt in de greppel, is eruit. Hoe is het met Steenberg, nummer 21, 21 staat stil achterin, helaas. Kalhuizen, nummer 24, die is nog aanzet met die dikke pontiac, is toch ook wel weer een wagen. Gerritje zei het al, net op. Net op Dickie met die dikke Pontiac, daar gaat hij en dat is natuurlijk fantastisch. Die Pontiac die rijdt nog, alhoewel die wel aan de voorzijde nu een lichte rondverschijning krijgt. Ik weet het niet, kan maar zo even niet zo vast. Dat de radiator natuurlijk. Natuurlijk, wat ook niet belangrijk, wat wel belangrijk is, dat is natuurlijk onze hoofdsponsor, de Beerco uit Dalsen. Dat is toch wel mega, hè, dat die mensen vertrouwen in onze vereniging hebben, dat we toch wat moois kunnen neerzetten. En dat we met veel hulp van iedereen dit kunnen waarmaken, dat is gewoon super mooi. Die dikke Pontiac lijkt erop dat hij daarmee de finale kan gaan halen. Hoe is het met onze lijkwagen, Bernard? Daar staat hij. De lijkwagen, de dikke Vinger, ja, natuurlijk Hugo, die heeft hem geparkeerd rechtstreeks in het gat waar het lijk in moet waarschijnlijk. Dus daar kan nog natuurlijk niks meer gebeuren. Het was een rustige zondagmiddag dat ik daar gewoon even met camera aan al volop in die... bij Vincent onder in die auto komt te liggen. Net op tijd weggesprongen. Heel verstandig, Jor. Maar nu is het daar wel gebeurd. Misschien met Vincent. En is het ook gebeurd met Van der Stouwen. Want ze zitten redelijk vast. En daar komt Hammertuin. En die zegt, hoppa, nog even ietsje vaster in die greppel. Is het dan nummer 94 die het gaat doen, Bernard? Wat denk jij? Wat moet het gaan doen? Sorry, ik was helemaal in trance, jongen. Ik weet niet wat ik zie hier. Dit is geweldig, man. Wat een gigantische burgerij hier. Het is onvoorstelbaar wat er hier allemaal gebeurt. Maar ook wat er allemaal kan hier. Wat is onvoorstelbaar. Die hele, hele grote dikke jongens die we moeten gaan hebben voor de wrakkenbaan. Dan val je uit de wagen. Ja, nou is de eerste nummer 70. Hallo. Staat een dikke buffel. Come on, 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 come on
pechvogel van de dag. Midden morgen gemaakt door Zagema, koeriers uit Limbeveld. En natuurlijk Hulsink uit Limbeveld, nummer 66. Ook €25. Spectaculairste stunt. Kom ook even naar de jurywagen voor het innen van het geld. Misschien is Zagema er ook wel. Hey. Als Zagema er is, kom ook maar even mij het geld uitdelen. Ja, geef maar naar beneden. Dan wil je...